Ik denk dat mijn moeder heel trots is dat ik een interview heb gekregen. Ja? Ja. Zwaai even naar je moeder. Hoi, mam. Vandaag, speciale vlog, waar zijn we? Space Jump! Wat gaan we vandaag doen? We hebben Milko, Job, Devin. Het is een freestyle wedstrijd in Limburg, deze keer niet in costumes. We hebben allemaal mensen uitgenodigd, mensen van onze eigen club, mensen van buitenaf. We gaan straks in ieder geval veel leuke dingen doen, dus blijf kijken. Wij zitten in de jury, Job doet mee, Dico doet mee van ons, David en Robin doen ook mee. Nou ja, Jordi kennen jullie al van de battle tegen Devin. Je had hem uitgedaagd voor eer, hè? Maar helaas gaat het niet lukken. Ik ben weer eens Devin is geduk. Nou, een beetje kapot. Pussy. Nee. Dus wij zitten in de jury, het wordt weer een leuke dag. Leuk dat we er zijn. Yes. Zijn jullie er klaar voor, mannen? Ja. Zeker. Zijn we er klaar voor? Goeiemorgen, jongens. Zijn we er klaar voor? Nee. Iemand. Altijd klaar voor. Dico, ben je er klaar voor? Ja, helemaal. Jij bent wel een beetje de trots van Crossrooms, hè? Ja, zeker. Kom op, hè. Zet hem op, Riet. Zeker. Ik zet al mijn geld op jou. Ja. Dus als jij verliest, dan moet ik Crossrooms verkopen aan Space Jump. Nee, dat is niet goed. We hebben hier de mannen. En waar zijn jullie vandaag voor? EHBO's. En een beetje toezichthouder. Dus ik hoop dat we jullie gewoon niet zien vandaag. Ik hoop inderdaad dat ze ons niet zien. En wie denken jullie wie ze kans hebben? Ja. Ik denk sowieso Robin, Mick, Nicky. Onze eigen twee jump clubleden. Mick, ga jij winnen vandaag? Licht aan. Zeg even tegen Brett waarom jij vorige keer boos was op Brett. Zwitserland. Oh ja, dat is Zwitserland niet in de video bijgekomen. Brett, hij zat in Zwitserland, was hij de kekste tricks aan het doen. Hebben we allemaal gefilmd? Ja. Heb jij dat geëdit, Brett? Nee. Dus dit moet je gewoon editen vandaag voor jou. En anders kunnen we gewoon Brett even stompen de volgende keer. Ja. Ja, gaan we doen. Dus even zeggen tegen Brett. Brett, dit erin, al een stompetje. Brett, dit erin, al een stompetje. Abonneer. 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 En like. En abonneer. Dit is wel, ik denk, een van de favorieten van vandaag. Hoe heet je? Mikai. Mikai. En hoe oud ben jij? 5 jaar en je doet gewoon mee met de wedstrijden. Wat voor trucjes kan je? Backflip. En backflip. Salto. Salto? Zo. Kun je van mij de salto laten zien? Ja. Nou hoor jij straks wel een hele goede springer. En hoe vaak spring je? Op aangedacht. Elke dag zondag? En vrijdag niet. Vrijdag niet. Dat vind ik wel heel vet. Krijg een high five? Ga maar lekker trainen, veel plezier. Kijk eens, goed bezig. Wat is er vandaag te doen? Wat is de wedstrijd tegen? Loop eens even met me mee. We hebben Max Air gedeeld. Hier komt de best trick of de best combo. Dat is een onderdeel. We hebben de free jump area, daar komt een 40 seconden run onderdeel. En we hebben nog de big airbag. En daar komt één onderdeel en dat is de beste trick of de meest creatieve trick naar het luchtkussen. Heb je er zin in? Ik heb er super veel zin in. Ik vind het wel heel tof dat je het organiseert, vriend. Ik heb 3 dagen heel slecht geslapen, maar het is nu uiteindelijk... Ik weet hoe je je voelt. Ik ken het. Ja, dan wel, kunnen we elkaar de hand schudden. Respect, vriend. Respect. We maken er een mooie dag van. Gaat helemaal goed komen. Ja, ik word al gekke dingen voor, dus ik word wel goed. Je gaat vandaag de jury met ons. Kun je daar aan, denk je? Ja, nou ja, vorige keer toen jullie in de jury zaten, of Devin dan, moest ik zelf springen. Dat was wel intimiderend. Dus, dat was waar ook. Nu samen. Dus en hoezo was dat intimiderend dan? Ja, dan zit je wel op een stoel een beetje boos te kijken. Dus we moeten daar boos gaan kijken. Ja. Deze man die zien we ook wel eens bij Crossjumps. Yeah. Skit de Comita, ben je er klaar voor? Ja. Wie gaat er winnen? Ik denk dat Mick of Nico op zijn kant. Ik denk dat mijn moeder heel trots is dat ik een interview heb gekregen. Ja? Ja. Zwaai even naar je moeder. Hoi, mam. Ja, en dan naar voren. Oh. Job, ben je er klaar voor? Ik denk het. Ja? Heb je al een beetje een 40 seconden run bedacht? Nee, echt maar wel losse trucjes die ik dan aan elkaar plakken. Dat is een run. Ja.
Mick-flips op Insta. Ja, en zeg even tegen Brett, dit moet erin. Brett, dit moet erin. Anders? Stommetje. Zo ja. Als je je naam hoort, ofwel door mij of door Jordi, neem je plaats. Willekeurig mag jij weten waar je start. Je hebt de hele free jump. Dus je mag het hele gedeelte gebruiken. Alle vier de blokken, tumblingbaan, schuine trampoline. Alles is toegestaan. Maak er iets creatiefs van. Je hebt daar 40 seconden de tijd voor. We zetten daar ook de timer voor aan. Op het moment dat je timer hoort, is je tijd voorbij. En dan heb jij je freestyle gedaan. Oké? Had jij er al lang op getraind? Niet echt. Niet echt? Had je wel al helemaal bedacht, Jeroen? Ja. Ik zag het, je was wel heel creatief, vriend. Hoeveel jaar heb je getraind de laatste tijd? Ik ben 4 keer geweest. 4 keer? Wat vond jij van de runs? Lekker. Ja? Hoe ging jouw run? Lekker. Goed. Goed, hè? En wat gaat er nou komen? Welke wedstrijd? Wat ga je doen? De Big Airbag. De Big Airbag? Ja, denk ik. Kijken, waar staat die van Jobke? Deze man, wat ga jij doen bij de Big Airbag? Even oren dicht houden. Side halve draai, andere kant side. Dat vind ik een van de mooiste tricks die bijna niemand doet. Hij heeft hem ons een keer gedaan, want Brett die wou die heel lang doen, maar die deed hem niet. Maar deze man die deed hem gewoon. Ja, side, halve draai en dan andere kant side. Side. Ja, altijd bijna. Hoe oud ben jij? 10. 10 jaar, hoe heet je? Nick. En ken jij side, halve draai en dan de andere kant de side? Red, jongen, je wordt ingemaakt door een 10-jarige. En nu gaat hij bij de airbag doen. Tik hem aan. Perfect. Dit moeten wij ook gewoon hebben. Gewoon perfect, kan je hem opladen? En je kan hem opladen. Oplaadstation. Ik zal het even vertalen in het Nederlands. 1, 2, 3, 4 in codes gaat David proberen. Ik zag jouw hoofd wegtrekken. Ja, ik vind dat niks, joh. Ik vind dat zo eng. Wat vind jij ervan, maatje? Cool. Wat vond jij van je eigen run? Geweldig. Ik denk dat mijn moeder heel trots is
Ik vond hem ook heel top. Je had hem echt heel mooi gedaan. Je had een hele mooie coole run. We gaan naar deel 2. De airbag. Deel 2, de airbag. Devin, wat vond je van die landing? Hij vond het grappig. Beetje pret, hè? Heel cool, ik vond hem ook leuk. Kijk maar. Naar Zuid, gaat hij hem halen? Devin, wat is nu het onderdeel? Max Air? Gewoon op de Max Air, beste combo of beste trick. Ja, dat je. Het was echt een top evenement. Dankjewel dat we er mogen staan. We willen jullie ook heel erg bedanken. Wat vond je ervan? Ik vond het super cool. Wat vond jij ervan? Ook cool. Vond je het ook cool? Wat vond jij ervan? Cool. Ja, vond je het ook mooi? En we hebben een winnaar erbij. Job Kip. We hebben gelachen. Wat is de Insta van Space Jump? Space Jump Parkstad. Like en abonneer. Like, abonneer. Goed zo. Goed zo jongens! Zo, dan gaan we weer naar papa en mam. Nou, helemaal goed. Mick lag stripje flips op Insta. Ja, en zeg even tegen Brett, Brett dit moet erin. Brett dit moet erin. Anders? Stommetje. Zo ja.